Geen noppen, maar puntschoenen. Geen rugnummer, maar een das. Ook de voetballer moet tegenwoordig tip-top eruit zien na een wedstrijd. Dit seizoen zorgt Van Geels ervoor dat het de hele selectie modieus gezien aan niets zal ontbreken. Utrecht uiteraard als club in de eredivisie, belangrijke speler, ook op Europees niveau meedoen. Voor ons een belangrijke club en die er dezelfde normen en waarden op nahoudt als dat wij dat doen. Een jonge, dynamische groep jongens. Heb je zelf eens bij FC Utrecht? Of is dat eigenlijk zo? Ik ben geboren togen in Utrecht, dus in die zin heb ik wel iets met Utrecht. Ik vind het in ieder geval een club met een leuke mentaliteit en dat vind ik heel belangrijk. Het is wel een vechtersclub met een fanatieke aanhang. Goed om te horen dat ze bij Van Geels verstand hebben van voetbal, maar veel belangrijker ook van mode. En daarom bedachten zij een nieuwe stijl voor de Utrechters. De opdracht was van kies voor een mooie, modieuze Italiaanse stijl. Dus daar hebben we naar gekeken. Die ook nog eens het hele jaar doorgedragen kan worden. Dus we hebben gekeken van een mooie wollen vestje eronder. Ook straks voor het najaar. Twee jassen voor twee verschillende weertypes. In een mooie, slanke snit. Het was even uitzoeken hoe het allemaal moest. Want zo'n stropdas, dat is niet makkelijk. Ja, dat kuiltje, dat gulte, dat moet er juist in. En dat onderste laat je eronder uit. Maak hem net even nonchalante. Maar als het pak eenmaal goed zit, zijn de spelers er ook blij mee. Ik doe niet vaak een pak aan, maar het is echt iets dat ik mooi vind. En ik heb al bij veel clubs gespeeld en het is een van de mooiste pakken die ik gehad heb. Toch is de belangrijkste vraag, bij wie staat het pak nou het mooist? Vind ik de huidige keeper nu dan Jeroen. Met natuurlijk zo'n lijf vind ik er net zo goed uitkomen als wat kleinere jongens als een Torenstra. Die even goed een leuke jonge kop hebben, misschien een andere leeftijd. Maar ze komen er allebei goed uit in hun eigen maat. De pasvorm was af en toe een uitdaging, maar dat zijn natuurlijk wel jongens met schouders en bovenbeen, alles tot en met. Maar nee, ik vind het geen boer in pak, absoluut niet. Ik vind het een leuke groep jongens met leuke jonge koppen en het pak hoort daarbij.